Moet je horen. Burger Pitou. Kom morgenmiddag om 4 uur op uw gewone plaats tegenover de ingang van Saint-Germain-d'Auxerrois. De dame die u dit papiertje overhandigt, komt u dan halen. Volg haar. Uw beschermengel. Een uitnodiging van een onbekende vrouw. Ja, maar ben ik Clairette dan nu al vergeten? Wel zeker houd ik van Clairette, maar moet ik sterven van verdriet wanneer een ander aan komt zetten om mij te troosten? Nee, dat niet. Dit briefje zet me aan het denken, de taal is er gecultiveerd. Zij wil me vast haar liefde schenken, zoiets is toch niet verkeerd. Wel zeker houd ik van Clairette, ik meen dat ik haar adoreer. Maar dat kan mij toch niet beletten. Dat ik nu hierop reageer. Ik krijg de indruk dat zij veel macht heeft, en macht verkrijg je niet zo gauw. Dus denk ik ook dat zij heel mooi is. Ach, wat verlang ik naar die vrouw. Wel zeker hield ik van Clairette, maar zij heeft plots een bruidje aan. Wat kan mij nu dan nog beletten? Zij heeft die keuze zelf gedaan. En dan, onbekende dat moet me, het nieuwe trekt mij altijd aan. En om dat goed te leren kennen, dien ik er morgen heen te gaan. Dat rendezvous, dat trekt mij aan, maar Clairette wil ik nog niet vergeten, omdat ik ook van haar nog houd. En ik zou graag wel eens willen weten, of zij wel echt met Pomponet trouwt. Ja, het zal me zeer benieuwen, als zij met Pomponet trouwt.